Made-in is een platform voor ondernemers, een online platform, maar ook een fysiek platform waar dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Zoals op dit event in de Kempen met meer dan 300 bezoekers. Toch een fantastische gelegenheid. Ladies and gentlemen, welcome at Made in Kempen Live. Ik vind dat inderdaad een zeer boeiend evenement. Het was mijn eerste keer, maar zeker niet mijn laatste keer. Heel boeiende sprekers. Dus gaande van grote ondernemingen tot zeer kleine ondernemingen. Gaande van publieke ondernemingen tot privé. Ik heb telkens zeker wat geleerd. Ik ben eigenlijk mijn levensverhaal komen vertellen. En waarom? Omdat de meesten vertellen alleen maar het positieve. En ik ben van mening eigenlijk dat het negatieve ook mag verteld worden. En zeker het verhaal dat het positief kan worden. Voor mij is dit event een hele mooie opportuniteit geweest om Vito eens in een andere context te plaatsen. Ondernemers die inderdaad Vito alleen kennen als onderzoeksinstituut, als de slimme mensen in het bos. Hier duidelijk die verandering, die transitie die Vito aangegaan is, richting een ondernemerschap eigenlijk eens even duidelijk uit te leggen. Ik hoop zeker dat we hier een paar contacten kunnen leggen waar dat we in de volgende fase naar het zoeken naar kapitaal terecht kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is om het ondernemerschap in de Kempen echt naar voren te brengen en daarmee naar buiten te treden. Want ik ben er heel zeker van dat hier ongelooflijk potentieel zit. Ik kan het zeker iedereen aanraden om mee te doen aan Made in Kempen Live. Hier heel wat gevestigde waarden in grote ondernemers, waar je als start-up uitermate veel van kan en zeker ook moet leren. Ja, wij zijn zelf een bedrijf, een familiebedrijf met Kempense roots. Dus het is heel interessant om andere bedrijven van hier in de omgeving te leren kennen, zien hoe dat zij hun business aanpakken. We hebben vandaag heel interessante debatten gehoord, gesprekken, presentaties. Ik vond het zelf als presentator heel interessant om naar te kijken. Dus ik zou zeggen, beste ondernemers, zorg dat je er volgende keer bij bent op Made in Kempen Live.